Florentijn. Even tijdens de lunch een vlogje maken. Nou, mijn lunch is vandaag een appie, donuts en ik zit er bij Falkhof Park. Kijk, hebben ze wat check gemaakt. Lekkere lichtstoeltjes hebben ze al neergezet. Nou, mooi toch? De gemeente toch iets nuttigs, die weggooiers. Maar ja. Dat is gezegd gisteren in die rare vlog, of rare vlog, zoals je het zei, het is wel allemaal de waarheid, maar het is gepest alvast. Omdat mensen rare dingen over je vertellen en vervolgens zeggen, ja man, ik had gehoopt dat we vrienden kunnen blijven. Dan valt me niks meer in, dan denk ik, hoe dom ben je? Ik weet niet wat hij verteld heeft, maar ja, was mij wel duidelijk. Ja, dat die rare dingen heeft verteld en wat weet ik niet, maar goed, ik doe niks verkeerd, dus ja, ze kunnen ook niks maken, dus laat maar lekker gaan. Maar even voorlopig denk ik de laatste real-time story van Vught, want dat ik de laatste dag ben ik er toch wel over denken en zo, en dan denk ik, ja, hier van die acties en zo. En dan wel, het volgende gebeurde. Dat was dus, ze hadden MDO gehad. Multidisciplinair overleg heet dat. Yeah. Hoe verzin je het? Maar goed, ze hadden dus multidisciplinair overleg gehad. Maar daar is dan een psychiater bij, iemand van de medische dienst, afdelingshoofd en weet ik wat. In ieder geval, de carnavalsraad van 11, die zit dan helemaal bij elkaar. Dus ze hadden overleg gehad en nu komt een bewaarder, komt naar me toe en die zegt van Ron, ze willen je terugplaatsen naar reguliere mannen. Zegt hij, als ik jou was, zou ik even kijken dat je even met het stoel gooit of zo. Zegt hij, want ik heb voorlopig wel weer een half jaar hier blijven. En ja, je moet bij tijd de beste moet ik die uitzitten. Dus wat doe ik? Ik vul zo'n spreekbriefje in van de psychiater. Ja, je moet je tegen mij zeggen. Gooi even met de stoel of zo. Dus ik vul zo'n spreekbriefje in van de psychiater. Die komt vervolgens 2 dagen later. En ik ging een gesprek met hem. En ja, het liep ook nog eigenlijk wel uit de hand. En dat was niet bewust, maar het ging zo. Omdat. Maar goed, in ieder geval, ik loop dus boos weg uit het kamertje bij die psychiater. En ik loop die groepskamer in. En ik pak een stoel en ik gooi het er recht voor me uit. Maar wat is nou? Die aquarium waar het personeel zit, dat glazen ding. Ja, die deur die stond altijd open. Dus ja, ik kijk niet waar ik gooi of noem maar op. Dus ik gooi dat ding, die stoel, gooi ik een kantoor in op 3 man personeel. Ja, nou ja, natuurlijk in cellen ingesloten, noem maar op. Maar normaliter zijn gelijk 14 dagen in ISO dan, op regulier regime. Maar daar niet. Ik kreeg een time-out, ik geloof voor een paar uurtjes, ik weet niet, 2 uurtjes of ik weet niet meer precies. Maar goed, dus geen disciplinaire straf, weet ik wat. En dan sluiten ze me 2 uur, geloof ik, zoals dat sluiten ze me uit. En komt dat personeel naar me toe. Hij zei, joh, dat voor de volgende keer, als je wat zegt hij, dan doe dat op een andere manier en gooi dan niet die stoel uit het kantoor in, zegt hij. Want dat vond ik minder praten. Ik zeg, ja oké, sorry, maar als je tegen mij zegt, gooi eens met een stoel, ja, dan moet je met mij zeggen, met mijn gedragsproblematiek. Ja, dan gooi ik mijn stoel klaar en dan ga ik niet kijken wat ze ook om gooien op de televisie of in het kantoor. Weet. Zeg maar, ja, sorry bij deze, maar ik zeg, mag ik weer een half jaar hier blijven? Nee, ja, je moet soms rare dingen doen, maar het leukste is, het personeel vertelt je dat ook nog van, ze willen je terugplaatsen naar regulier, dus kijk dat je even met een stoel gooit of zo, weet je. Ja, moet je tegen mij zeggen, even met een stoel gooien. Waarom lacht in kantoor, 3 man personeel. Ja, rare acties heb ik toch gedaan. Dat is ook wel een van die acties inderdaad. Maar ja, gedragsstoornis en wat ik zeg, ik ben een wel heel flink veranderd, dat wel. En ik zal dat soort dingen niet meer doen, denk ik. Nogmaals, denk ik. Dus ja, dat was een real vlog over Vught.
Ja, blijf je met Valkhofspaar nog even lekker zitten. Prachtig weer. Nog even de rest van mijn lunch nog even naar mijn gezicht in gooien. En gaan we door. Ik moet nog veel doen vandaag. Later.